Zodra je een koppeling activeert met een externe boekingssite, bijvoorbeeld Booking.com, dan worden de boekingen die daar al staan met een toekomstige aankomstdatum geïmporteerd naar je MyTourist kalender. Had jij vooraf die boekingen toch al handmatig in MyTourist aangemaakt, wat in principe dus niet nodig is, maar is dat wel gebeurd, um, ja, dan, dan worden ze dus dubbel uh, in je kalender zichtbaar. Um, hier een voorbeeldje. Je ziet hier die handmatige boekingen die, die, die aangemaakt zijn. En daaronder op de passeerstrook staan de boekingen die geïmporteerd worden. Um, op, op het moment dat die import draait, dus die import, uh, import vanuit, uh, vanuit bijvoorbeeld boeking.com, uh, dan kunnen die boekingen niet geplaatst worden in je kalender. Want die kamer is al bezet, want je hebt daar handmatige boekingen al op staan. Um, ja, dat, 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 daardoor zie je dus twee van die balkjes, en dan zie je ook dat die passeerstrook uh, automatisch geactiveerd wordt. Bovenin uh, in je kalender zal dan ook een uh, waarschuwing daarvan uh, uh, getoond worden. Klik je op die button, dan zie je ook een lijst van alle boekingen waar dat om gaat. Um, ja, wat je het beste kan doen om dit te herstellen, is toch even die handmatige boekingen te annuleren, en dan vervolgens de boekingen uh, vanuit de import te verplaatsen naar uh, de andere kamer, dus, uh, dus vanuit de ook weer verplaatsen naar de kamer, de daadwerkelijke kamer. Um, de, de, de boekingen afkomstig van, uh, van de, van de uh, bijvoorbeeld boeking.com of van andere boekingssite die kun je niet uh, annuleren, dus je moet echt de matige boekingen even annuleren, want als zouden we de boekingen annuleren die afkomstig zijn van een externe boekingssite. Dan zou de synchronisatie gewoon weer doodleuk, die boeking alsnog weer opnieuw aanmaken. Dus die mogelijkheid is er gewoon niet. Uh, ja, dus toch even dan matige boeking annuleren op de reguliere manier door de boeking te openen. En dan vind je onderaan een knopje om hem te annuleren. En dan kun je dus de, de, de overige uh, boekingen, die dan nog uh, op de serstrook staan, weer verplaatsen naar, um, naar de kamer zelf. Dus op deze manier herstel je. Uh, de boekingen op het moment dat je ze dubbel in de agenda hebt staan, uh, doordat je handmatig de boeking hebt aangemaakt en daarna uh, de import uh, gedraaid wordt bij het koppelen van een, uh, een boekingsite.